Hoi, leuk dat je er bent. Onze reis naar Myanmar liggen weer maanden achter ons, maar gelukkig hebben we de foto's nog. In deze vlog de unboxing van dit fotoalbum. Waar is het gemaakt en wat waren de alternatieven? Ik kan er vast bij vertellen, het is geen Albellie en ook geen Hema-album. We hebben nog een openstaande kijkersvraag van Elwin Spoel. Hij vroeg ons of er veel verschillen zijn tussen Thailand en Myanmar. Dat gaan we proberen te beantwoorden aan de hand van dit fotoalbum. En aan het eind nog een kostenoverzicht van onze reis, dus blijf kijken. Spannend. Wauw. Het ziet er weer fraai uit. Dit album is gemaakt door ProBook uit Utrecht. Omdat zij, wat mij betreft, op een aantal punten beter scoren dan bijvoorbeeld Albellie of Hema. Ik heb gelet op maximale omvang, bindwijze en uiteraard prijs. Uitgaande van een staand album van A4 formaat met foto-omslag kun je ruim uit de voeten bij ProBook. De 160 pagina's waar wij op uitkwamen is in ieder geval geen enkel probleem, zolang het totale aantal pagina's maar deelbaar is door 4. Ook een standaard Hema-album kan 160 pagina's bevatten, maar ook niet meer dan dat. Een vlakliggend album kan niet meer dan 120 pagina's beslaan. Bij Albellie gaat het niet verder dan 120 pagina's. Als enige biedt ProBook de mogelijkheid om de schutbladen te laten bedrukken. Een aantal selfiefoto's hebben zo alsnog een plek gekregen in ons album. Dan de bindwijze. Bij ProBook wordt het boek genaaid, gebonden, afgeleverd. Zoals de naam al prijsgeeft, wordt het binnenwerk met garen bij elkaar gebonden. Deze bindwijze is duurzamer dan wanneer het garenloos gebrocheerd wordt afgewerkt, zoals de standaarduitvoeringen bij Hema en Albellie. Om het geheel een nog chiquere uitstraling te geven, biedt ProBook de mogelijkheid van een kapitaalband. Hierbij hebben zij de keuze uit verschillende kleuren of combinaties van kleuren. Een vlakliggend album wordt op een geheel andere wijze gemaakt en ziet er zo uit. Bij deze bindwijze hebben de pagina's een behoorlijke dikte. Om deze reden is het verklaarbaar dat dit type album niet meer dan 120 pagina's kan bevatten. Foto's geplaatst over 2 pagina's komen met deze bindwijze het meest tot hun recht. Dat moet gezegd worden. Een genaaid gebonden fotoboek van 160 pagina's kost bij ProBook €56,42. Een standaard Hema-album kost €93 en een vlakliggend album van 120 pagina's kost €89. Een standaard Albellie-album van 120 pagina's kost €85,55, terwijl een vlakliggend album hier €115,55 kost. Bij alle drie de partijen is het mogelijk met behulp van speciale software je album samen te stellen. Als je liever zelf met andere software werkt, zoals ik, dan kun je de zelfgemaakte PDF-bestanden van je album uploaden bij ProBook. En als je die bestanden dan toch beschikbaar hebt, dan is het een kleine moeite om je album bijvoorbeeld ook op een tablet te plaatsen. Qua look en feel heb ik ervoor gekozen om het niet zozeer een fotoalbum te maken, als wel een fotoboek. Daarom beginnen we ook met een Frans titelblad en een inhoudsopgave. En nu we hier toch zijn, kan ik meteen het eerste verschil met Thailand duiden. Dus Elwin, let goed op. Verschil. Anders dan in Thailand zijn er een aantal gebieden in Myanmar waar je als toerist nog niet mag komen. Dat heeft allemaal te maken met spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Als je daar meer over wil weten, dan kan ik dit boek aanbevelen van Benedict Rogers. Burma, A Nation at the Crossroads. En kijk vooral ook de aflevering van De Pen en het Zwaard terug van Fidan Ekish, waarin zij op zoek gaat naar de persvrijheid, onder andere in Myanmar. Een linkje kun je hieronder vinden in de omschrijving. Verschil. Een tweede verschil met Thailand is het aanbod van hotels in Myanmar. Het is gewoon een stuk minder en daarbij zijn de prijzen vaak ook net iets hoger en het comfort weer net iets minder. Neem dan bijvoorbeeld ons hotel in Makwe. What is this? Double one? Zo, ons verblijf voor de komende nacht in de Rolex. Nou, dat is het. 3 bedden. Een kast en een koelkast, dat dan weer wel. Spiegel, ik zie vooral veel muggen en een badkamer. Prima. Just for the night. Hoewel het comfort hier wat minder was, wisten we één ding zeker. Het geld dat we uitgaven kwam direct ten goede aan deze familie en niet aan oud-militairen van het regime van voor Aung San Suu Kyi. Verschil.
En ook de badkamers in de hotels verschillen beduidend van de badkamers in de hotels van Thailand. De badkamers hebben bijvoorbeeld geen douchegordijn of douchewand, waardoor het vaak één natte bedoeling wordt. En de badkamer, wederom zonder douchegordijn, een centraal geplaatste pot en het wastafeltje. Verschil. Ja. Anders dan Thailand is in Myanmar nog niet overal internet. Maar soms kun je het wel vinden op verrassende plaatsen. Zoals in dit restaurant van een shoppingmall. Nou ja, shoppingmall, kijk me even mee. Nou, onze volgende overnachtingsplek en de volgende plek hebben we geboekt bij Airbnb. Ons hotel nu heeft geen wifi. Maar we hadden gelezen ergens dat er op de bovenste verdieping van een of andere shoppingmall een free wifi zone was. En daar ben ik dus nu even gebruik van het maken om de laatste details met die mensen af te spreken. In dit restaurant in Yangon werd ik verliefd op die mooie gele deur met dat luikje. Daar moest en zou ik een foto van maken, liefst met locals. En dat is vaak een bijzondere aangelegenheid. Verschil. Het eten in Myanmar is net iets minder als in Thailand. Het eten in Myanmar is net iets minder dan in Thailand. Maar nog steeds wel erg lekker hoor. Hier eten we bijvoorbeeld brood uit een tandoori oven met gekruide linzen. Je moet er ook bij doen. Verschil. Veel mannen in Myanmar dragen nog steeds een lungi, een lange wikkelrok eigenlijk. Ook als je als westerling naar een pagode tempel gaat, word je geacht zo'n wikkelrok om te doen. En dat valt nog niet mee. Dit is overigens een zeer belangrijk man in dit deel van Myanmar. En wil je weten hoe we daar terecht zijn gekomen? Kijk dan naar vlog 13. Tijdens deze trip heb ik zo'n 2200 foto's gemaakt, waarvan er maar 150 terecht zijn gekomen in het fotoboek. Met de selectie probeer ik altijd te letten op foto's die een verhaal vertellen. En door deze over twee pagina's te spreiden, worden veel details zichtbaar. Je ziet hier Mount Poppa op de achtergrond. Je ziet een noskijkend beeld, maar vooral ook vriendelijke mensen die zich speciaal voor de gelegenheid mooi zijn aan gaan kleden, omdat ze met ons op de foto wilden. En let ook hier op de innige omhelzing met Ilora. Ook deze foto laat veel details zien. En ook weer extreem vriendelijke mensen, waar ik zelfs nog sigaren mee heb gerookt. Heb je nog genoeg? Een van de hoogtepunten van onze reis door Myanmar was wel het uitstapje naar Payatan op zo'n 4 uur varen van Yangshui. We hadden geen idee waar we terecht kwamen. We wisten wel dat het hotel waar we naartoe gingen nog niet af was. Er was nog geen stromend water, geen elektriciteit en ook geen wifi. Maar we werden met open armen ontvangen. Amin. Amin. Nice to meet you. Nice to meet you. You are my first client. Yes. We were told. Oh, dit is het jongens. De komende twee nachten is dit ons onderkomen. We zijn de eerste gasten. Wat een eer. Ook het ontbijt met de oppermonnik van Payatown zullen wij niet snel vergeten. Daar komt hij, onze gastheer voor het ontbijt. 1, 2, 3 en 3. Hele mijn zaaien. 4. Oh, dit is 4. Yes. Hebben we met de hermen? 4. 4. Is het Chinese peer? Chinese peer. De laatste jaren is de gewoonte ontstaan dat als wij in een hotel aankomen, dat we eerst een foto van de kamer maken nog voordat we de koffers uitpakken. Ik plaats dan mijn camera op een statief en maak dan zo'n stuk of 6 foto's die ik later in Photoshop aan elkaar krijg. En dan krijg je zo'n mooi beeld zoals deze.
En hiermee is een einde gekomen aan de quickscan van dit fotoalbum. Resteert nog een overzicht van de kosten die we hebben gemaakt in Myanmar. De vlucht van Amsterdam naar Bangkok, €2.400. De vlucht van Bangkok naar Yangon, €200. De vlucht van Mandalay naar Bangkok, €225. Overig vervoer in Myanmar, €337. Hotelkosten, €1.561. Overige uitgaven zoals eten, drinken en excursies, €2.398. Dat maakt een totaal van €7.121. Dat is €82 gemiddeld per dag. En hiermee eindigt onze serie over Myanmar. Maar daar hoeft het wat ons betreft niet bij te blijven. Ook de komende zomer willen we weer een mooie reis gaan maken. En ook die kun je met ons volgen. Abonneer je dan op ons kanaal. En als je dan toch nieuw bent, geef dan meteen een like. Dankjewel dat je tot hier hebt volgehouden. En graag tot de volgende keer. Later! Hoe gaat het licht aan?